fiets is een snel en makkelijk vervoermiddel. Maar waar laat je die tweewieler als je in een rijwoning of appartement woont? Uit studies blijkt dat mensen de fiets snel links laten liggen als die niet binnen handbereik staat. En als je een fiets buiten stalt, zal hij sneller verslijten en is ook niet beschut tegen vandalisme of diefstal. Inzetten op goede fietsenstallingen in of kort bij huis is dus de boodschap. Mobiel 21 stelt daarom enkele inspirerende voorbeelden voor om je fiets een warm plekje te geven. Verbouwers en architecten kunnen een plaatsje voor de tweewieler integreren in hun ontwerp bij bouw of renovatie, zoals hier bij de familie Van Varenberg in Gent. Zij kozen voor een fietsenberging annex wasplaats die aanleunt tegen de noordelijke voorgevel en die is afgescheiden van de keuken door een halfhoge muur. Vroeger zetten we altijd ons fietsen in de gang. En dat was altijd een probleem, omdat die fietsen dan in de weg stonden als je met materiaal of met boodschappen of wat dan ook door moest. En ook bovendien, heel die gang was altijd vuil, dus als de fiets nat was of modder. En daarmee hadden we het idee gekregen van een apart fietskot te maken. En eigenlijk zo dicht mogelijk bij de in- en uitgang van het huis aansluitend op de keuken en op de woonkamer. Mobiel 21 ontwikkelde enkele criteria voor een fietsenstaanplaats, een checklist als het ware. Zo moet de stalling haalbaar en betaalbaar zijn, mooi van ontwerp en op maat van de beschikbare ruimte. Ik denk het voordeel hier is dat de afstand tussen de voordeur en de fietsenberging zo klein mogelijk is. Zeer vlot, draai, gemakkelijk, toegankelijk. En ja, dan komt er automatisch op deze plaats uit. Het probleem is dan, normaal wordt dat afgesloten. En dan hebben we een donkere ruimte achteraan in de middenzone. En door dat open te laten heb je gewoon daglicht. En uiteindelijk, het is maar een idee. Het is van te moeten denken dat fietsen in een berging moeten staan. Want ze staan hier eigenlijk in de keuken. De checklist geldt niet alleen voor rijwoningen, maar ook voor appartementen. Daar zijn ook de criteria veilig, vlot toegankelijk, gemakkelijk in gebruik en duurzaam en slijtvast van toepassing. Een mooi voorbeeld daarvan is deze stalling van een appartementsgebouw in Leuven. De fietsenstalling ligt op het gelijkvloers, terwijl de auto's ondergrond staan. De roosters zorgen in de eerste plaats voor sociale veiligheid, maar bij schuinzicht verbergt het de stalplaats, die snel rommelig oogt. De fietsenstalling is zo een lichte en aangename plek. Een fietsenstalling is eigenlijk hetzelfde als een autoparkeerplaats. We hebben nogal de neiging om er een echte garage van te maken en een achterinkom of een kelder. Terwijl dat, het is ook gewoon een gebruiksruimte. Je moet daar alle dagen binnen, buiten. Het is vaak ook een publieke ruimte die gemeenschappelijk gebruikt wordt. Dus dat mag toch wel wat karakter ook hebben. Maar zo'n fietsenstalling bij een appartement of in een rijwoning is niet altijd haalbaar. Soms lukt het gewoon niet om een plek voor je fiets te voorzien in of vlak naast de woning. Dan kan de stad of gemeente een overdekte oplossing bieden. Zoals hier in Gent bijvoorbeeld. De stad deed mee aan het Europese Civitas-project en kon verschillende fietsentrommels testen. Dit exemplaar kwam als een van de betere uit de bus. Er kunnen 5 fietsen in en gebruikers betalen maandelijks een bijdrage per fiets. Het goede aan die fietstrommel is dat hij net in een autoparkeerplaats past. En vooral ook, nu zie je het niet zo omdat hij open staat, dat hij een vorm heeft zoals een auto. Dus hij past perfect in het straatbeeld. Hij valt niet op tussen geparkeerde auto's en dat is ook wel belangrijk voor ons. De stad kan ook een stedenbouwkundige verordening opstellen die ruimte voor de fiets bij een nieuwbouwappartement of een nieuwe rijwoning verplicht. Ja, wat kan het belang zijn van zo'n gemeentelijke verordening? Dat dat een zekere bewustzijn creëert daar rond. Dat dat een, zal ik maar zeggen, een stok achter de deur is voor mensen die iets nieuws bouwen, een nieuwe woning of een nieuw project, dat daar rekening mee gehouden wordt. In het verleden werd dat niet gedaan. Al blijft het in eerste instantie natuurlijk aan de eigenaar zelf om een plekje voor hun tweewieler te voorzien. Hier in Wilselen werd de fiets al vanaf het begin in het ontwerp geïntegreerd. Een schuine helling aan de voordeur zorgt ervoor dat de bewoner zijn fiets makkelijk kan binnenrijden. Een ruime gang zorgt voor voldoende berging. Hebt u nog een tip vanuit uw eigen ervaring? Ik zou het al sinds iedereen aanraden. Ik vind het eigenlijk echt een heel goede oplossing om eigenlijk uw probleem van de fietsenstalling, wat eigenlijk klassiek is voor de meeste rijwoningen,
om dat definitief op te lossen. Ik kan het in feite andere mensen maar aanraden van eigenlijk op een gelijkaardige manier een probleem aan te pakken. Niet te ver zoeken, ja. Dat is ook, en aanvaarden dat er ruimte nodig is. Ik denk dat dat het belangrijkste... vooral in de verbouwing van een woning moet je van in het begin in je concept alles dimensioneren en een bepaalde oppervlakte geven. En als het iets is dat achteraf aan toegevoegd wordt en nu nog gouden fietsen ergens een plaats geven, dan is het te laat. Het zal van in het begin moeten. Ik zou zeggen, bereid het goed voor in de zin van zowel intern, betrek er alle diensten bij. En extern naar de burger toe is het belangrijk om goed te informeren en te sensibiliseren waarom ze er komen, waarom ze er niet komen op sommige plaatsen. Vooral in de huid van een fietser kruipen en goed kijken wat je nodig hebt. En dan komt de rest vanzelf. Al deze tips en voorbeelden kan je nog eens herbekijken via de online folders van Fietsvieten. Je kan ze ook gratis downloaden via onze website.